Olympische Winterspelen Nagano. En wij hier... Schrijft die geschiedenis, Rintje Ritsma uit Lemmer. 27 jaar is hij. 27 jaar was Ard Schenk toen hij Olympisch kampioen werd in Sapporo. 6-28-31 van Veldkamp en 6-28-24, 700ste verschil. Dit is de Olympisch kampioen 1998. Gianni Romme uit Wadden met een fantastische tijd. 6-22-20, nieuw wereldrecord. Zilver voor Ritsma en oprechte felicitaties voor Gianni Romme. Want ik geef uit hier betaald, ik denk Romme gaat er dan mee voort. Ja? Ja, dat geef ik uit hier betaald. Want de laatste keer doet ik hem zien, want hij doet na de record uit. Ja. Ballo in de binnenbaan, Postma in de buitenbaan, goed weg. Oei, 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 en weer gaat het mis. Wat is er aan de hand met Postma? Wat is er aan de hand met Postma? Gisteren ging die onderuit, nu 3 misslagen. Ik zei ja, moest maar aan Kramer denken. Nou. Die lagen komen in het ziekenhuis. Ja, dat alle gevoelementen, dat je het wel roeren, want daar is net meer op praten en dan krijg je meer kansen. Dat ben je een slimmer ding, moet je zeggen. Ja, en nou ik wel, maar wij dan maar eens. Jan Bosch. Dat is alleen net zo leuk. Persoonlijk record was 4-15-49. Net boven de tijd van Prokasjeva. Een tiende erboven. Meters voorsprong voor Elena Belci. Die uitkomt in de 7e tijd. 4-16-62. En kijk eens naar Tony de Jong. 4-19-54. De 12e tijd tot nu toe. Nou, ik zit wel een beetje in de gaten, dus het weer. Maar ja, dit valt nog steeds meer aan, hè. Het wordt steeds langzamer eigenlijk. Rollen in de marge, in de kantlijn voor Bajanova en Zijlstra. Want de kracht van Zwolle hoort hem te zitten in die volle ronde van 400 meter. En niet in de opening, dus moet Zwolle nu voorbij de Russin. Dat doet ze ook. Ruime bocht. Maar met behoud van snelheid, 40-27, komt ze daaronder. Ja, voor het eerst onder de 40 seconden. Ja, dat is toch een barrière die je dan eens een keer moet nemen in je leven. En die neemt ze nu, op het goede moment. Linksboven de tijd van Bos, ze zijn allebei sneller. Allebei sneller, gelijke tijd, 1.19.08. Maar de ronde van Sundro was iets beter. Postma heeft nog die binnenbocht, kan naar Sundro toekruipen. Heeft zijn race goed opgebouwd, maar wat heeft hij nog over? Hier ging iedereen kapot in de laatste ronde, in de laatste bocht. Oei, daar gaat hij weer. Gekeken. Links Sundro. En Sundro klopt Postma. Sundro. 1.47.87. Wereldrecord. 1.48.13. Ongelooflijk. Daar komt Ritsma, en hij redt het niet. 48-52, brons voor Rintje Ritsma. En de Noor Sundro is de nieuwe Olympisch kampioen. Postma, gefeliciteerd maar, hè? Ja, dankjewel. Ja, dat dan wat. Hoe viel je nou? Nou, beter. Ja, beter, ja. Ja, dan staat toch hier Tony de Jong op. Dan heeft ze de laatste afstand, de laatste kans gegrepen om haar Olympische Spelen te redden. Daar is een nieuw Olympisch record. 7-12-77. Rintje Ritsma. Zilver en brons meegenomen uit het vikingschip 4 jaar geleden. Zilver en brons nu op zak en er komt een bronzen plak bij. Rintje Ritsma wint in de laatste ronde het man tegen man gevecht. Met Bart Veldkamp en glijdt naar het brons. En hij blijft de Amerikaan goed voor. Een prachtige opening komt hier aan. Jawel, 16.90 is goed voor Postma. Persoonlijk record Postma, 1.11.64. Gereden tijdens de afstandskampioenschap in Heerenveen. Nou, die bocht gaat goed. Nu gaat hij goed. 1.11 blank, de tijd van Shimizu. Hier is Postma, 1.10.64. Snelste tijd. Nieuw Olympisch record, nieuw persoonlijk record. 1.10.64. Is dat voldoende voor een medaille? En houdt hij die tiende vast, dan is hij klaar. Dan is hij er. 1.10.71. Hij houdt de voorsprong niet vast. Tweede. 1.10.64 is de tijd van Postma. Goud, en Postma pakt goud. Postma. Goud voor Ids Postma. Goud, Ids Postma. Zilver, Jan Bosch. Brons, Hiroyasu Shimizu. Vierde plaats voor Jacco Jan Leeuwen. Goud gaat naar Friesland voor het eerst. Naar Dearsum. Fantastisch. En dit is de hoogste eer die ooit voor hem is weggelegd. En kijk, met een grote sprong. Stralende lach. Ja, goed dan weer. Is het maar eens goeie jongen, vind ik gefeliciteerd. Geweldig is dat hier. Prachtig. Ja, dankjewel. Ja, fijn hè? Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ja, hij is mij met iedereen bij? Ja, maar die ben al op naar Nederland weg. Die ben al op reis? Ja, ze ben al op reis. Ja, prima. Ja, prima. Nou, eerst naar Alderaan aan, hè, want er komen meer wedstrijden. Ja, ik zei dat wel. Nou, moest jij even iets uit? Ik zei wat uit nou, moest jij even iets uit? Ja, het moet even vierd worden. Je moest ook niet gezond in tegen. Ja, dat komt wel goed. Nou ja, ik weet net, want tijdens dit telefoontje zitten Eds en ik de Gerra achter een kleedje in het Holland House. Echt goed aan bier.